dat echte autorijden, hè? Avontuurlijk, onverharde wegen, dwars door prachtige natuur, eindeloze routes. Ja, dat is er niet echt meer in Nederland. Elders in de wereld wel. Eén plek steekt er echt bovenuit. IJsland. Daar gaan we naartoe. Half uur vliegen. En waar vind je nou op 3,5 uur vliegen vanuit Nederland echt avontuur? Hier dus. En dan kun je hier rondrijden, bijvoorbeeld met een Land Rover Defender. Dat is heel veilig en eigenlijk ook best wel leuk. Het kan ook met een Kia Sorento met een 6-cilinder, maar het kan ook enigszins budget. En dus hebben we gekozen voor een Suzuki Jimny. Eigenlijk voldoet dat in prima. Hij is klein, maar voor twee personen, alles past erin. Hij heeft vierwielendrijving, hij is wendbaar en ja, hij kost niet te veel. En dan kun je hier dwars over het eiland. Heel veel onverhard. Je kunt ook een rondje rijden. En dan ervaar je eigenlijk IJsland op zijn best. En dan gaan we op zoek naar dat wat we in Nederland niet hebben. Vulkanen, gletsjers, warm waterbronnen en prachtige uitdagende wegen. Het is hier werkelijk waar één grote fotolocatie. En de plek waar je naartoe moet als autoliefhebber. Je kunt hier gewoon fantastisch rijden. Zorg dat je eten en drinken bij je hebt en dat je tank vol zit. Je komt hier soms niemand tegen. Urenlang helemaal niets, niemand. Geen benzinepomp, zeker geen supermarktjes zoals dit. Dus mocht er wat gebeuren... Het is echt 100 graden, hè? Warm waterbron. Dat IJsland, dat ligt op de breuk van twee aardplaten. En daardoor is het vlak onder de oppervlakte heel onrustig. En dan krijg je dus dit, van die warm waterbronnen. Dit is de grootste ter wereld. Er komt hier per seconde, hè? 180 liter warm water uit. En dat werd lang geleden door de lokalen gebruikt om voor consumptie schapenkoppen in te koken. En ja, tegenwoordig gaat het er ietsje minder primitief aan toe. Hoewel tegenwoordig, ze gebruiken warm water hier op IJsland al sinds 1925 om huizen te verwarmen. Stadsverwarming dus. Dat warme water komt hier uit de grond. Dat gaat in die buizen naar dorpjes toe. Het verste dorpje ligt 75 kilometer verderop. En hoe efficiënt is het? De temperatuur van het water is 100 graden als het de buis ingaat. En daar ongeveer 65 graden. Dus hartstikke bruikbaar. Dat is niet de grootste auto van IJsland, deze Suzuki Jimny. Ze rijden hier met van die Land Cruisers. Die zijn verbreed, die wielkassen zijn uitgebouwd. Er zitten van die gigantische wielen in, met van die ballonbanden. En dan kunnen ze mee door rivieren, met berg op, berg af. Nou, ik zou je wat zeggen. Met dit autootje kun je onder zo'n Land Cruiser door, maar je kunt bijna hetzelfde verder ermee uithalen. Je kunt er ook mee door rivieren, je kunt er ook mee omhoog, je kunt er mee omlaag, je kunt er mee door de sneeuw. Je kunt er echt heel veel mee. Het is een heel kranig klein karretje en ja, dan kost hij ook nog eens niet de wereld om hem te huren. Dus eigenlijk vind ik het wel een leuke vorm van avontuur. Ja, lekker basic, je schakelt zelf, je zit een beetje eenvoudig erin, er zit niet heel veel snelheid in. Het is wel gewoon een grappig karretje. Het is apart. Thunderbird. Die gammele Willys. Het is trouwens allemaal gammel. International. Een Jeep. Even kijken joh, daarachter. Het is één grote, één geraapte teringzooi aan auto's. IJsstafel zijn we. Even binnenkijken. Oh ja, dit is weer typisch zo'n museum. Op een plek waar niemand komt. Het is één grote vergaarbak van... snuisterijen, spulletjes, jee.
Nog meer. Oei, oei, oei. Elk automuseum, daar staan exclusieve auto's, unieke auto's, dure auto's, bijzondere auto's. Allemaal, al die musea hebben dat. En als je dan hier kijkt, is het een verzameling van doodgewone auto's. Dit, een Skodaatje. Hier, een Moskfiets, een Vauxhall, een Rover, een Volvo. Daar weer een Fordje, een Amerikaan, nog een Amerikaan, een Mercedes. Dat is de kracht, denk ik, van dit museum. Dat de auto's die niemand bewaart, hier bewaard worden, waardoor het toch weer uniek is. Kom, we gaan weer rijden. Dat was leuk, hè? Nou, dan gaan we ergens anders naartoe. IJsland bestaat uit heel veel gletsjers. De ene zo groot als een provincie in Nederland, de ander relatief klein. En daarnaast is het 's winters één grote sneeuwvlakte. Alles smelt, gaat via rivieren richting de Atlantische Oceaan. Maar goed, er is ook zoiets als hoogteverschil. Dus wat heb je dan hier en daar? Watervallen. Dit hier, Detifoss. Dit is de allergrootste waterval van IJsland. En qua volume de allergrootste van Europa. Overal is hier wat te zien. Je komt echt ogen tekort. Dan weer een mooie binnenzee. Dan weer een dorpje waarvan je denkt van, wat moet je er? En ja, dan weer een vulkaan. Onze coördinaten moeten het hier ergens zijn dan. Hier denk ik. November 1973, een Douglas DC-3 van de US Navy heeft problemen met de brandstoftoevoer naar de twee motoren. Komt van die kant vliegen, moet een noodlanding maken en kitst op de heuvels van dit strand hier naartoe. Hij komt tot stilstand en wat blijkt? Alle inzittenden hebben de noodlanding overleefd. En als je dat vliegtuig dan nu zo bekijkt, dan ja, ontbreekt er wel wat aan. Er was namelijk een lokale boer die dacht, hé, dat aluminium, dat is wat waard. Hij schroefde de vleugels ervan af, knipte de staartstuk los en dit is wat er van over is. Het toestel ligt slechts 4 kilometer van de Ring Road 1, de weg die we nu al de hele tijd nemen. Kwestie van de coördinaten opzoeken op internet en ja, je kunt hem vinden. Bizar hè, dat dat hier ligt op zo'n zwart vulkanisch strand. Zo, dan gaan we er eventjes voor zitten. 330 kilometer voor de boeg. Nou ja, weet je, dat is geen straf. Het is geen straf in dit autootje en het is al helemaal geen straf op deze wegen en door dit landschap. De Jökulsárlón, een enorm gletsjermeer. En misschien zijn wij er wel verantwoordelijk voor dat dit gletsjermeer er is. Misschien ook wel niet. Feit is in ieder geval dat sinds de opwarming van de aarde de gletsjer terugtrekt. Hij wordt korter en hij laat een enorm gat na. 260 meter diep, vol met water en vol met ijsschotsen. Die schotsen die breken af en toe af van de gletsjer en die persen zich richting deze nauwe opening.
in de richting van de Atlantische Oceaan onder die brug door. En die brug, dat is de Ring Road nummer 1.